Wat is kerst voor mij? Kerst zie ik als het ultieme liefdesverklaring van God aan mij. Zo zie ik het eigenlijk, ja. Bij kerst denk ik aan het offer wat Jezus voor mij gebracht heeft om naar de aarde te komen en zich zo te vernederen voor, om te betalen voor mijn zonde. Dat God zoveel van ons houdt dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft naar deze wereld. Ik vier bij kerst dat Jezus is gekomen op deze aarde voor mij, zodat ik met hem kan leven omdat hij zo genadig is. Ja, erbij stil te staan en erover na te denken dat God mens is geworden en dat Jezus naar deze aarde is gekomen om ons te redden. Ja, eigenlijk een soort van gezellig met familie, lekker eten. Door de EH heb ik wel meer verwondering gekregen over het offer wat Jezus voor mijn zonde gebracht heeft. Ja, ik vier kerst nu veel bewuster dan dat ik ooit heb gedaan. Ja, dat is al veranderd. Sinds dat ik hier op de EH zit, heb ik het geloof veel meer gaan zien als een persoonlijke relatie die ik mag hebben met God. Dat ik meer het geloof ook in het dagelijks leven ga betrekken, maar ook dat we hebben geleerd dat kerst een geschenk van God is, dat we Jezus hebben gekregen. En dat ik dat ook meer als mijn cadeau mag zien eigenlijk. Omdat ik nu meer geef om Jezus, zeg maar, dus waar het echt om gaat, en minder over de cadeaus en de gezelligheid. Bij de EH word je echt stilgezet bij het geloof en ook bij de geboorte van Jezus straks. Dit is mijn eerste keer dat ik kerst vier. Ben ik atheïst geweest van jongs af aan. En de EH helpt mij heel erg om in te zien wie God is, wie God echt ten diepste is. En we hebben hier geleerd dat God liefde is en God wil dus een relatie met ons. En daarvoor is kerst gekomen. Dank u wel voor uw steun aan de EH. Bedankt voor uw steun aan de EH. Bedankt voor jullie steun aan de EH.